Goedemiddag allemaal, welkom. Mijn naam is Dr. Rogier Meulenaar, cosmetische arts bij de praktijk van Injectables. En vandaag gaan we het hebben over de derme. De laag van je huid die vaak over het hoofd wordt gezien, maar cruciaal is voor een jeugdige uitstraling. We gaan in op wat het is, waarom het belangrijk is en hoe je het kunt beïnvloeden. De dermis is de middelste laag van de huid, gelegen tussen de opperhuid en de onderhuid. En het is als het ware het kussen dat je huid zijn vorm en stevigheid geeft. En dat is ook de plek waar belangrijke processen plaatsvinden. Ja, de dermis is belangrijk omdat het de thuisbasis is van collageen en elastine. Twee eiwitten die je huid stevig en elastisch houden. En zonder een gezonde dermis zou onze huid verzakken, rimpelen en zijn jeugdige huid. Je kunt de dermis positief beïnvloeden door middel van goede huidverzorging en specifieke behandelingen. Denk aan crèmes die rijk zijn aan antioxidanten en aan behandelingen zoals hyaluronzuur injecties die direct in de dermis werken. Naast behandelingen speelt je leefstijl ook een rol. Gezonde voeding, voldoende water, drinken en regelmatige lichaamsbeweging kunnen de gezondheid van je dermis verbeteren. Het vermijden van roken en overmatige blootstelling aan de zon helpt ook. Dus, de dermis is niet zomaar een laag in je huid. Het is de sleutel tot een jeugdige, gezonde uitstraling. En het goede nieuws is, je hebt de macht om het te beïnvloeden. Zowel via behandelingen als via je leefstijl. Nou, als deze presentatie nuttig voor je was, vergeet dan niet te abonneren op ons kanaal en laat je vragen of opmerkingen achter in de comments. Hoor graag van je.